Ja, Lin, wil jij jezelf even voorstellen en het eerste onderdeel voor je rekening nemen? Zeker, een microfoon is aan. Goedemiddag, mijn naam is Lynn Blanchet. Ik ben beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam. En ik werk voor het programma Stevige Start, dat is ons kansrijk start in Rotterdam, sinds 2016. En wat ik wil doen in deze eerste presentatie is, ik wil jullie meenemen terug naar de aanleiding van kennisgestuurd en impactgedreven werken in Rotterdam. En de beginfase ook van de toepassing hiervan in ons programma Stevige Start. Volgende dia. Kennisgestuurd en impactgedreven werken is bij de afdeling jeugd bij ons begonnen, ergens rond 2014, met als doel om het beleid meer te richten op maatschappelijk effect. Men zag bij de gemeente dat er waren wel positieve resultaten op onderwerpen, maar als geheel te weinig maatschappelijk winst gezien. En de redenen daarvoor waren divers, dus niet optimaal gebruik van kennis aan wetenschap, praktijk en doelgroepen. Samenhang ontbrak, hè. Projecten en programma's waren vaak gericht op geïsoleerd in onderwerpen, dus werken in kolommen. Politiek gestuurd, tijdelijk inzetten, na 4 jaar weer iets anders. En weinig opbouw van gehoren en met kennis en ervaring. Dus het kon dus effectiever en efficiënter, wat dus in overheidscontexten altijd belangrijk is. Volgende dia. De basiselement van de impactgedreven aanpak zijn, ja, we hebben een beleidscyclus fundament, we noemen het de Lemniscate, ik ga het zo laten zien. Het is een iteratief proces en leren verbetercyclus. Het gaat om integraal beleid en nou minder politiek gedreven, of eigenlijk beter gezegd is misschien om te zeggen dat als wij als beleidsadviseur kunnen beter adviseren, meer effectief adviseren, dan nou ja, hebben wij misschien op die manier ook impact. Het gaat om gemeentelijk beleid en van onze partners. En het is in Rotterdam, en we hebben een samenwerkingsstructuur hiervoor. Het is ons coalitie Stevige Start en daarin nemen deel professionals en bestuurders van zowel het medisch als het sociaal domein. Volgende dia. En hier komt de befaamde Lemniscate. Vanaf hier neem ik jullie mee eerst in vogelvlucht en daarna in net wat meer details of met voorbeelden in hoe we vanuit Stevige Start als een van de eerste teams binnen de gemeente hiermee aan het werk zijn gegaan. Dus we beginnen met de linker onderkant van de lemniscaat, dus in dat smalle bolletje. Het begint dus met het definiëren van de behoorde impact en subdoelen. Dus voor Rotterdam, voor Stevige Start, we hebben gezegd de impact dat we willen bereiken, is dat alle kinderen in Rotterdam maken een stevige start. Zijn mooi ambitieus. En de subdoelen, waar de twee subdoelen, dus dat kinderen worden mentaal en fysiek gezond geboren en ontwikkelen zich ook mentaal en fysiek gezond. Daarna gaan wij naar het bovenste deel van de lemniscaat. Het begint met identificeren van risico en beschermende factoren. We hebben dat gedaan op basis van twee reviews, dus waaronder een van TNO, wat was gedaan in opdracht van Kansrijk Start. Ik kom zo op terug op de factoren en hoe we hebben een poging gedaan om een prioritering daarin te doen. En daarna, wat we hebben gedaan, is de verzamelde kennis hebben we gecheckt bij professionals, experts, kenniscentra en beleidscollega's. Daarna hebben wij maatregelen en acties, interventies uitgewerkt en dan weer besproken met professional, beleidsambtenaren, wethouders. Dus de hele tijd we probeerden ja, onze mensen mee te nemen en dan verrijken ook wat wij hadden bedacht. En dan we hebben maatregelen geprioriteerd en in kaart gebracht wat nodig was in termen van kosten, capaciteit, etc. om dit te kunnen doen. Dat hebben wij mooi geschreven in het plan. En de managementteams van onze afdeling gepresenteerd, zodat ze konden een besluit nemen om deze maatregelen en acties te doen. En daarna ga ik niet verder, maar de benedenkant van de lemniscaat gaat meer over eigenlijk het uitvoeren van de maatregelen, monitoren, leren verbeteren.
En dat zal ik bespreken in de volgende presentatie, in de laatste presentatie. Volgende dia. Nou, wat jullie zien hier, dit zijn de 13 factoren die wij hebben geïdentificeerd en geprioriteerd. Maar omdat wij konden natuurlijk niet alles tegelijkertijd aanpakken, we hebben de 8 risicofactoren geprioriteerd die jullie zien in de dia in donkere letters. En er zijn dus dan 6 risicofactoren, maar ook 2 heel belangrijke beschermende factoren. Dus opvoedwaardigheden inclusief herting en ook sociale steun. Volgende dia. Nou, dit is een voorbeeld van de analyse van het factorenarmoede. Ik moet zeggen, dit hebben we gedaan enkele jaren geleden. Er is ondertussen heel veel gedaan en gezegd over armoede. Dus we zijn een stuk verder met z'n allen. Wat we hebben dus dan gedaan is, we hebben gekeken naar de prevalentie in verschillende subgroepen. Dus op dat moment hadden wij data voor kinderen die onder 18 jaar waren. Dus niet specifiek voor 0 tot 4-jarigen. En er valt op bijvoorbeeld dat een aanzienlijk percentage van kinderen die leven in armoede, leven in feite in eenouder gezinnen. Dat geldt ook eigenlijk voor kinderen met migratieachtergrond. Nou, voor armoede waren geluk, waren best wel veel prevalentiedata en gedetailleerd. Dat was niet zo voor alle risicofactoren. Bijvoorbeeld leerverstandelijke beperking, daar vind je geen prevalenties, gewoon schattingen daarvan. Volgende dia. Aan de reviews, we zagen een hele lange lijst van mogelijke effecten van armoede op kinderen. Het gaat van slecht perinatale uitkomsten tot aan intergenerationeel overdracht van problematiek. Dus we probeerden ook, we hebben gelezen in de literatuur, maar we gingen ook ons verdiepen, voor zover het kon, bij kenniscentra, ook met kennisdossiers. Probeerden ook te snappen een beetje wat de mechanismen daarbinnen waren, om te kijken waar waren de ingangen voor beleid. Volgende dia. En op deze dia zien jullie de criteria dat we hebben geport te gebruiken voor de prioritering van de factoren en maatregelen. Dus we hebben gekeken bijvoorbeeld naar de maatschappelijk impact van de factoren, onder andere de prevalentie, de sterkte van de invloed van de factor, etc. De beïnvloedbaarheid van de factor, dus de beschikbaarheid van relevante interventies. Bewezen effect van deze interventies, de implementeerbaarheid. Dat is ook heel belangrijk, dus de capaciteit, draagvlak en de kosten en baten. Waren deze randvoorwaarden aanwijzig? En de meetbaarheid hebben wij net misschien een beetje minder bekijken op dat moment. Dus de indicatoren, de kosten met de draagvlak. Daar hebben wij heel hard aan gewerkt. Volgende dia. Wat wij ook hebben gezien is dat meet in gesprek met professionals, experts, maar ook uit ervaring. We hebben gezien dat er zijn ook andere soorten determinanten die zijn nodig voor een succesvol aanpak. Dus we hebben deze rode draden genoemd. Dus wat altijd belangrijk is cliëntcentraal, signalering, aandacht voor signalering, voor toeleiding en professionalisering. Volgende dia. Voor elke van de factoren, we hebben maatregelen uitgewerkt, acties of interventies uitgewerkt. En hier zien jullie een voorbeeld van voor de factor armoede. We hadden meerdere maatregelen daarvoor. Deze maatregelen waren soms voor ons eigen team, maar ook soms voor andere beleidsafdelingen of voor de uitvoering of zelfs ook voor coalitiepartners. En dat was nogmaals allemaal besproken en afgesproken met ze. Volgende dia. Nou, wat hebben wij geleerd na deze eerste fase? En nogmaals, wij praten nu al een aantal jaren geleden. Dus de sterke punten van impactgedreven beleid, dus de Lemniscaat. Het mooie daarvan is, het geeft een heldere focus op maatschappelijk impact. En dit is ook kennis gestuurd. En maar kennis van de wetenschap, maar ook zoals een voormalige leidinggevende van ons, kennis van de straat, dus van de professionals, maar ook van de doelgroep. Dus heel belangrijk. Het is een toegankelijk en overzicht beleidsproces, dat Lemniscaat. En het biedt ook een gezamenlijke taal en het is enthousiasmerend. Het is goed voor gemeentelijk beleid en voor de samenwerking met de coalitiepartners. Het is ook of daarin enthousiasmerend voor lokale politici, hebben we gemerkt.
Wat we wel misten is, de lemniscaat was heel fijn, die tekening, maar we misten wel een verder uitwerking, uitleg, tools, trainingen. En daar komt Wilma zo hierop terug. Randvoorwaarden wat wij hebben gezien nodig zijn, is beschikbaarheid van data, bijvoorbeeld prevalentiedata van risicofactoren. Nou, gelukkig hebben wij nu de kansrijke start regiobeelden die daarbij helpt. We hebben ook, het is ook heel fijn voor gemeenten om kant-en-klaar kennis, overzicht en handelingsperspectieven te hebben. Dus we hebben niet altijd al de tijd om dit allemaal zelf uit te zoeken. Wij zijn vooral van de implementatie en borging bij de gemeente. En VAROS bijvoorbeeld werkte heel mooi hieraan vanuit Kansrijk Start. En de andere kennisinstellingen ook. Factorendeterminante model, dus interactie, de interactie van de factoren. Nou, dat komt ook van de big data analyse. Tanja gaat straks ook iets vertellen daarover. En wat we hebben ook gemerkt is dat intern bij de gemeente is altijd breed draagvlak nodig, commitment en integraal toepassing bij management. Dat is ook een heel belangrijk randvoorwaarde. Dat was het voor nu. En nu geef ik het woord aan mijn collega Wilma Jansen. Dankjewel, Leen. Goedemiddag allemaal. Ik ben Wilma Jansen. Ik ben kenniscoördinator bij gemeente Rotterdam. En in die functie probeer ik onderzoek te verbinden met beleid. En ik wil graag iets vertellen over de leidraad impactgedreven werken die is ontwikkeld. En ik wil iets van context schetsen en daarna zeg maar laten zien hoe die leidraad eruit ziet. Inge, ja, dankjewel. Nou, de context leggen we als volgt uit. Ik denk dat ik voor het publiek van vanmiddag een open deur misschien intrap, maar zo leggen we het in ieder geval uit. Gemeenten staan voor geweldige uitdagingen. Denk aan bijvoorbeeld het gezond levenakkoord, de houdbaarheid en de betaalbaarheid van de jeugdhulpketen. Gekoppeld aan zeg maar de tekorten die gemeenten nu al oplopen, verschillende gemeenten oplopen, met name betaalbaarheid van zorg. Dat betekent dat zeg maar, de middelen die er zijn binnen gemeenten zo goed mogelijk moeten worden ingezet. Dus met zoveel mogelijk impact. Volgende dia, dat is dan zeg maar, de landelijke context. Context in Rotterdam is dat we, zoals Lynn al zei, al fors hebben ingezet op impactgedreven werken. Met de ontwikkeling van een factorenmodel voor ons preventieve jeugdbeleid. En het Lemniscaat, wat we samen met het Nederlands Jeugdinstituut hebben ontwikkeld. En we zijn ook al best succesvol geweest in Rotterdam, bijvoorbeeld met terugdringen van ongunstige uitkomsten. Ook perinatale uitkomsten in het programma Klaar voor een Kind. Maar Lynn en haar team kunnen heel goed uit de voeten met het Lemniscaat. Maar als je alleen het Lemniscaat hebt, is het best wel ingewikkeld voor collega beleidsmedewerkers om daarmee aan de slag te gaan. Er was meer uitleg nodig, meer houvast dan alleen deze tekening. Dus vandaar dat we aan de slag zijn gegaan met de ontwikkeling van de leidraad, met een interne werkgroep en een externe adviseur in de persoon van Clemens Hofsman. En op de volgende dia zien jullie aan de rechterkant de stappen die we hebben onderscheiden in de leidraad. En ik ga die, het zijn 10 stappen, ik ga ze niet allemaal met jullie doorlopen omdat dat te veel tijd kost. Ik sta vooral stil bij de stappen waar onderzoek betrokken is. En de eerste stap is het bepalen van de opgave. Ja, dat
kan op basis van wetenschappelijke inzichten en monitoren zijn. En dat is ook belangrijk. Maar misschien niet zo belangrijk als onderzoekers zouden willen. Het kan ook, zeg maar, voortkomen uit signalen uit de praktijk of van professionals of uit wijk van bewoners. Maar het kan ook gewoon al zijn vastgelegd in coalitieakkoorden of gebaseerd zijn op incidenten. Oké. Dan kunnen we door. In de volgende, ja. Ja. Dan als tweede stap, als de opgave dus duidelijk is, dan is het belangrijk om inzicht te krijgen in die opgave. En na te gaan welke determinanten een rol spelen bij het probleem wat is gedefinieerd of de uitdaging die is gedefinieerd. En na te gaan wat de wetenschap daarover zegt. Wat stakeholders daarover zeggen. En bij voorkeur ook wat doelgroepen daarover zeggen. Het is ook belangrijk om na te gaan welke stakeholders belangrijk zijn en betrokken moeten worden. En deze stap moet ook bij voorkeur samen met die stakeholders uitgevoerd worden. Een heel belangrijk onderdeel van deze stap is ook om na te gaan wat er al is geprobeerd. Zijn als lokaal en zeg maar het is ook belangrijk om na te gaan of er misschien pijn zit bij lokale stakeholders vanwege alles wat al is geprobeerd en is gestopt of mislukt. Als deze stap is doorlopen, dan is er een het resultaat een soort model waarin, zeg maar, duidelijk is met welke oorzaken en gevolgen of welke oorzaken je aan de slag wilt gaan. Oké, we kunnen verder naar de volgende dia. Op basis van die twee voorgaande stappen kan dan het impactdoel worden vastgesteld. Waarbij ook, zeg maar, de doelgroep dan helder is voor wie je het gaat doen en op welke manier je het wil gaan doen. Dus wel op welke determinante factoren je in wilt grijpen. En zo komt er een, zeg maar, eerste beeld van een zogenaamd pathway naar de impact die je wilt bereiken. En wat die impact betreft, hebben we het altijd over impact op bevolkingsniveau of delen van de bevolking. En dan hebben we het niet zoals soms in de wetenschap wel wordt gebruikt, de term impact, over dat je het, de media haalt of het nieuws haalt, maar meetbaar resultaat op bevolkingsniveau. Oké, Inge, dan volgend dia en dan sla ik meteen heel. Je geluid is uit, Wilma. Ik zie het. Ja, even terug bij het begin hiervan. Ja, oké. Ik sla dus een heleboel stappen over. Strategiebepaling, waarin je kijkt naar met wie je wat voor activiteiten gaat inzetten, op welk beleid en voor wie. En hoe je dat vertaalt in een actieplan. En welke randvoorwaarden dan moeten worden geregeld voordat je kan gaan implementeren. En dan kom ik uit bij monitoren, want je wilt natuurlijk weten met elkaar of je resultaat boekt. Dat kan, zeg maar, aan de hand van bestaande monitoren,
maar misschien ook op basis van ad hoc monitoring. En ideaal is als je samen met de stakeholders, zeg maar, hebt bepaald wat je aan monitoring, zeg maar, gaat gebruiken of gaat hanteren. En dan is het belangrijk om niet alleen naar uitkomsten of tussenresultaten te kijken, maar de hele black box, zeg maar, open te maken. Dus te kijken naar die gerealiseerde randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld draagvlak bij stakeholders. Of de uitgevoerde activiteiten, of de activiteiten wel zijn uitgevoerd zoals gepland. Of het bereik, beoogde bereik is gelukt in aantal, maar ook welke doelgroepen. En of dat ook echt de beoogde doelgroepen zijn. En vervolgens dus die tussen- en uiteindelijke impactdoelen. Volgende. Als die monitorresultaten dan bekend zijn, is het natuurlijk heel belangrijk om gezamenlijk met de stakeholders te evalueren. En te kijken waarom, zeg maar, eventuele monitorresultaten tegenvallen. En of de aannames die zijn gedaan in het pathway naar impact eigenlijk wel kloppen en bijsturing behoeven. Gezamenlijk te kijken naar welke bijsturing er dan nodig is. Dan heb ik nog één laatste dia. Ja, misschien klinkt, zeg maar, deze leidraad als een heel erg logisch verhaal. Maar er zijn het zeg maar black box sturing in beleid is aan de orde van de dag. En met dit instrument proberen we vooral, zeg maar, systematisch werken en een lerende benadering te ondersteunen. En ja, wat, zeg maar, ik nog moet opmerken is die stappen die suggereren een volgordelijkheid die natuurlijk niet in de werkelijkheid zo is. Soms worden stappen parallel aan elkaar genomen of soms moet je een aantal stappen terug doen om tot goed beleid te komen. Dat was die. Mooi. Dank je wel. Dank jullie wel eigenlijk. We hebben een paar minuten voor vragen. Zijn er... Iemand wou het zeggen? Zijn er vragen? Op dit moment. Sven van Veen. Ja, ik had een vraag over het vaststellen van impactdoelen. Kun je wat meer vertellen hoe jullie dat gedaan hebben? Want ik kan, wij lopen er bij Zoetermeer bijvoorbeeld tegenaan. Dat we eerst nog moeten vaststellen waar we überhaupt effect op willen bereiken en hoe we dat willen meten. Dus ik kan me voorstellen dat je ook eerst wil zien wat de nulmeting is en wat vervolgens realistisch en ook fijn voelt om te realiseren. Dat ik denk... Ja, Leen. Oké, prima. Ja, wat we hebben gedaan, hè, om specifiek de impact, ik heb het genoemd, hè, we hebben gewoon gezegd, wat we willen, de impact, is gewoon dat alle kinderen in Rotterdam een stevige start hebben. We hebben dat geprobeerd te operationaliseren in 2 subdoelen, dus dat ze worden geboren fysiek en mentaal gezond en opgroeien ook fysiek en mentaal gezond. En daarna... we hebben gekeken wat zijn de factoren die invloed hebben daarover. En eigenlijk het gaat over factoren die bij de ouders horen. Dus de risicofactoren en beschermende factoren bij de ouders. En die hebben wij, daar hebben wij gezegd, oké, hierop willen wij gaan aan werken. Maar we hebben niet gezegd, oké, we willen bijvoorbeeld dat... 10% minder, ik roep maar wat, 10% minder mensen mentaal problematiek hebben of dat soort dingen. Dus dat,
Zo specifiek zijn we niet daarin gegaan. Maar dan, we proberen wel te volgen wat er gebeurt met wat we doen. Ja, dus je wil wel de effecten meten van alle interventies die je doet. En vervolgens stel je dan vast of daarmee het doel behaald is. Zeg je dat goed? Ja, en in de laatste presentatie, denk ik, kom ik hierop terug, hè, over de monitoring. Ja. Maar het is een cyclisch proces. Hè, en wij proberen ook te duiden vooral wat er gebeurt, hè, op allerlei niveaus in put-out, kom daarop terug straks. Ja. Dus we proberen te volgen wat er gebeurt, dat goed te duiden, samen met onze partners weer. En dan te kijken hoe kunnen wij daarvan leren en nog verbeteren. Dus het gaat vooral om constant leren en verbeteren. Volgen wat er gebeurt en leren verbeteren. En we hebben niet alles onder controle. Dus bijvoorbeeld een oorlog, ik noem maar wat. Een oorlog, een energiecrisis, een armoedcrisis. Dat soort dingen. Dus dat heeft ook natuurlijk impact. Hè? Heel veel stress op de populatie. Dus ja, dus op die manier proberen wij te volgen wat er gebeurt en leren verbeteren, constant. Ja, mooi. Ik snap het. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, zijn er verder nog vragen? Ik zie Jacco, die heeft in de chat even een mooie werkwijze. In Utrecht werken we regelmatig met een theory of change. Dat lijkt hier wel op. Daar benoem je ook aannames in. Waarom heb je verondersteld dat een bepaald effect optreedt bijvoorbeeld? Heeft dat ook een plek in jullie model? Marie, ik zie meteen aan Marie, ons programmamanager, reageren. Ze zegt, ja, herkenbaar, daar werken wij ook mee. Ja. Dus dat hebben wij ook. Volgens mij zie ik meteen het handje van Jacob. Ja. Nog één vraag, Jitty. Ja, ik vroeg me af, hè, want ik werd er wel getriggerd door jullie laatste opmerking. Namelijk het stappen suggereren volgordelijkheid, maar het is impactgedreven werken is cyclisch en dynamisch. Ik vraag me af, of ik ben gewoon benieuwd, wat heeft de praktijk eraan, zeg maar, hè? De professionals en dergelijke. Dus hoe doen jullie de vertaalslag naar de praktijk? Zal ik je ook deze nemen, Wilma? ik kan er ook wel iets over zeggen. Ik denk dat die vertaling voor de praktijk misschien nog iets aparts nodig heeft. Want misschien dat de praktijk niet, zeg maar, in iedere stap de stakeholders zijn heel erg belangrijk, maar misschien dat verhaal voor stakeholders toch iets anders gesteld moet worden, Jitty. Verteld moet worden. Ja. Wat zeg ik? Ja. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, omdat ik werd natuurlijk inderdaad, want de praktijk is weer barstig, zeggen we altijd. Ja. Ik voel ook inderdaad, je wilt er graag grip op krijgen. Dus het is voor mij inderdaad even, hoe ziet die vertaalslag eruit? Zodat je inderdaad ook echt op een positieve manier de effecten ook weer om kan zetten in nieuw handelen. Ja, je moet verbinden op die impactdoelen en op nog veel meer. En daar heb je de praktijk bij nodig. Dus die praktijk is echt heel erg belangrijk. Maar Lynn kan daar misschien weer op aanvullen. Of Annemarie. Of Annemarie, die had er een hand op gestoken, of heb jij iets anders? Ja, nee, ik wilde daar inderdaad even op reageren. Als het goed is, Lynn. Ja. Het hele proces met die stappen. Nou, we hebben dus wel over het Lemniscaat-model gehad, maar dat is voor verloskundigen bijvoorbeeld ver van hun bedshow. Maar we vertalen het vervolgens naar de praktijk. En over die praktijkstappen hebben we dat dan samen. Van hoe kunnen we dat dan doen als het nodig is om dit of dit te doen? En daar heb je dan samen het gesprek over. Dan ga je kijken van wat kunnen jullie daarin doen, wat kunnen wij daarin doen? En hoe gaan we dat samen doen en hoe kunnen we dat dan volgen? Dus je gaat niet, zeg maar, die hele
stappen, want ik dat merk, dat hebben we dus in het begin wel geprobeerd, maar dat is echt, nou ja, te ambtelijk, laat ik het zo maar even noemen. En is het wel nodig om het praktisch te vertalen. En dan kan je dus ook, zeg maar, de factoren die je kiest in je beleid, waar je, doe je dus ook voorstellen naar je partners en de professionals van, nou, het is heel belangrijk, bijvoorbeeld die psychische gezondheid. Nou, wat betekent dat dan voor je gesprek met de doelgroep? Wat voor interventies zouden er dan moeten zijn om deze ouders te helpen? Nou, zo probeer je dan eigenlijk het verder uit te kleden. Is dat voldoende? Ja, ja, zeker. Ja, dank je. Oké, nog heel één korte vraag, denk ik. Sandra, toetsen jullie ook bij de doelgroep? Ja, dus aansluitend denk ik bij, ja, aansluiting, ja, bij de vraag die net werd gesteld, ja, hè, door Jitty. Betrekken jullie ook de doelgroep hierbij? In die zin, nee, je kan dit heel mooi bedenken, hè, en met professionals ook doorakkeren. Maar is dit wat het moet zijn om daarin stap te kunnen maken? Antwoord, ja. Ja, vinden wij ook heel belangrijk. Dus we werken met ervaringsdeskundigen en regelmatig, wij hebben, nou ja, gesprek ook. Wij betrekken ook mensen, ervaringsdeskundigen, bij verschillende dingen dat we ontwikkelen samen met de partners. Dat is de korte versie. Ja. Goed, dankjewel. Want dan wil ik graag dit stukje afsluiten en overgaan naar Tanja. Tanja, kun jij je even voorstellen? Ja, zeker. Dankjewel, Inge. Ik vind het superleuk om hier aanwezig te zijn. Ik ben ook straks heel erg benieuwd naar jullie reacties en commentaren. Ik ben Tanja Houweling, ben universitair docent op de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC. En ik leid het project Betekenisvol Datagebruik voor een kansrijke start. Hoe kunnen we gemeentelijk beleid voor een kansrijke start versterken? En hoe kan Big Data daarbij helpen? Dat onderzoeken we in ons project Betekenisvol Datagebruik voor een kansrijke start, waarin we onder andere samenwerken met de gemeente Rotterdam. En met Big Data bedoel ik gelinkte registratiedata van het CBS, de jeugdgezondheidszorg en de geboortezorg. Hoe kan dat helpen bij het beter inzicht krijgen in de problemen die spelen in je bevolking? Volgende slide. Volgende slide, ja, dank je. Bij het versterken van beleid gaat het in ieder geval wat mij betreft om twee doelen. Algehele verbetering van een kansrijke start in de bevolking en het bevorderen van kansengelijkheid. En ik wil graag de eerste resultaten en lessen uit ons onderzoek met jullie delen aan de hand van drie illustraties. Nog een keer de volgende. We zijn gestart met een hele simpele analyse over kansenongelijkheid. Hoe hangen geboorteuitkomsten, zoals neonatale sterfte, samen met de opleiding van de moeder? We zagen dat neonatale sterfte verreweg het hoogst is in de groep met alleen basisonderwijs. Dat zal niemand verbazen hier, denk ik. Volgende slide. Maar als we nu kijken naar absolute aantallen sterfgevallen, zien we een heel ander beeld. Erover lijden in Nederland ongeveer 300 baby's, eendlingen in de eerste 28 dagen van het leven. Zo'n 1200 in een periode van 4 jaar. Volgende. Nou, als we nu kijken naar waar deze sterfgevallen plaatsvinden in absolute aantallen, is dat niet een groep met alleen basisonderwijs, maar in de middengroep. Die middengroep in termen van absolute aantallen mensen is domweg veel groter. Er zijn maar heel weinig vrouwen in Nederland die maar alleen de lagere school hebben afgemaakt. Dus je kan nog zo sterk inzetten op de groep met de allerhoogste sterfterisico. En dat is essentieel natuurlijk vanuit een kansengelijkheidsperspectief, maar in termen van je gemiddelde babysterfte zal het niet heel veel zoden aan de dijk zetten. Volgende slide. En dat is ook wel wat de preventieparadox wordt genoemd. Dat houdt in dat vaak de meeste ziekte- of sterfgevallen uit een groep met een laag of matig risico komen, omdat zij domweg met veel meer mensen zijn in absolute aantallen. Een minderheid van de gevallen komt vaak uit een kleine groep met een heel hoog risico. Volgende slide. En dat betekent dat als je voor algehele verbetering van een kansrijke start in je bevolking gaat, dat een brede preventieve aanpak nodig is waarin een grotere groep mensen wordt bereikt. En hoe dat eruit kan zien, kan ik een andere keer graag meer over vertellen. En nu wordt in het kansrijke startprogramma vooral gefocust op de meest kwetsbaren. En nogmaals, vanuit een kansengelijkheidsperspectief is dat heel belangrijk. Maar het is lastig om daarmee je gemiddelde niveau in de bevolking te verbeteren. En
Dat is belangrijk om te realiseren voor het verhaal dat je aan de wethouder vertelt en hoe je je doelen als gemeente formuleert. Volgende slide graag. En nog een keer, ja, dankjewel. En als we nu kansengelijkheid willen verbeteren, is het natuurlijk niet genoeg om alleen naar opleidingsniveau te kijken. Kwetsbaarheid, volgende slide graag, is een complex probleem en moet ook als zodanig worden onderzocht en aangepakt. Hoe kunnen we met gelinkte registratiedata beter zicht krijgen op onze doelgroepen die je vanuit een kansengelijkheidsperspectief wilt bereiken? Het risico bij big data onderzoek is dat alle beschikbare data op grote hoop worden gegooid, door een molen worden gehaald en waar dan iets uitkomt waarvan je dan maar moet afvragen of dat betekenisvol is. En dat wilden we niet. We hebben daarom allereerst systematische reviews over de determinanten van vroege kindontwikkeling in kaart gebracht en geanalyseerd. Volgende slide graag. Een van de conclusies eruit is dat achterstand verdere achterstand versterkt. Als je op het ene vlak problemen hebt als gezin, dat je een grotere kans hebt ook op andere vlakken problemen te krijgen. Volgende slide. We zien bijvoorbeeld dat sociaal-economische kwetsbaarheid, mentale gezondheidsproblemen van ouders en alleenstaand ouderschap elkaar versterken. Je hebt een grotere kans op armoede als je alleenstaand ouder bent en je hebt een grotere kans om alleenstaand te zijn als je mentale gezondheidsproblemen hebt enzovoort. En we hebben deze stapeling van risicofactoren met data onderzocht en gekeken welke doelgroepen een hoog risico hebben op slechte geboorteuitkomsten. Volgende slide. En met slechte uitkomsten bedoel ik een doodgeboren kindje, neonatale sterfte, te vroeg geboren, te klein voor de zwangerschapsduur, congenitale afwijkingen, een lage APCAR, opname in de neonatale intensive care. Die hebben we gezamenlijk als één uitkomst bestudeerd. Volgende slide graag. We zagen dat de groep die en alleenstaand is, en mentale problemen, en sociaal-economisch kwetsbaar is, ver weg de hoogste kans heeft op een slechte geboorteuitkomst. Wel 30% in de Rotterdamse context. Dus dat is gigantisch. Volgende slide. Als je nou risico's vergelijkt met het Rotterdamse gemiddelde, dan zien we vooral dat de groepen alleenstaanden met één of twee extra risicofactoren een verhoogd risico hebben. Volgende slide graag. Maar als je nu kijkt naar de verdeling van alle geboortes in Rotterdam, zien we dat maar een heel klein deel plaatsvindt in de groep met alle drie de risico's. Dat is de kleine donker-oranje groep. Dus ook hier zal een focus op de meest kwetsbaren niet leiden tot een verbetering in het Rotterdamse gemiddelde. Maar nogmaals, vanuit een kansengelijkheidsperspectief is het wel belangrijk om deze groep te bereiken. Maar daar zou wellicht naar een bredere groep van alleenstaanden gekeken kunnen worden. Want veel van hen leven in sociaal-economisch kwetsbare omstandigheden. En dat zie je aan de grote oranje groep in de figuur, de midden-oranje kleur. Volgende slide graag. En we zijn nu wijkprofielen aan het maken om in de wijk het gesprek aan te kunnen gaan en om te kijken of interventies wel voldoende aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep. Dus we hebben die pie chart die jullie net zagen op wijkniveau gemaakt om te kijken waar, in welke wijken de verschillende doelgroepen wonen. En nu is Rotterdam een beetje een speciale situatie, want geboorteuitkomsten zijn relatief slecht en er wonen relatief veel alleenstaande ouders en armoede is hoog. Dus we maken vergelijkbare figuren voor Nederland als geheel, zodat andere gemeentes die ook kunnen gebruiken. En we zullen ook de codes voor de berekeningen online zetten, zodat geïnteresseerden daarmee zelf aan de slag kunnen. Volgende slide graag. Dus de kernboodschap is dat bij kwetsbaarheid het gaat om een stapeling van risicofactoren. En die stapeling die kan je meten met registratiedata om je doelgroepen op gemeenteniveau en op wijkniveau te identificeren. Volgende slide graag. Dan de laatste illustratie. De volgende. Ten slotte onderzoeken we hoe je jeugdgezondheidszorgdata kan gebruiken om gemeentelijk beleid te versterken. We wilden weten in welke wijken relatief veel kinderen een ontwikkelingsachterstand hebben, zodat je daarmee in de wijk een gesprek kan starten om te kijken of het aanbod van diensten en voorzieningen wel voldoet aan de behoeften. We hebben daarbij voor alle kinderen van CG Rijnmond de D-score berekend op driejarige leeftijd. De D-score is een hele mooie maat, want het is een globale maat voor vroege kindontwikkeling, gebaseerd op het Van Wiegen-schema, wat bij alle jeugdgezondheidscentra wordt ingevuld. Volgende graag. Deze maat kan worden gebruikt voor het identificeren van ontwikkelingsachterstand.
Je kan dan ontwikkelingscurves maken, net zoals je curves kan maken bijvoorbeeld voor lengte of gewicht. Het is een maat die ontwikkeld is door TNO en wordt ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie. En TNO heeft scripts beschikbaar gesteld online, zodat je de D-score kan berekenen. Volgende slide. We zien dat bepaalde wijken in Rotterdam eruit springen als het gaat om het percentage kinderen met een ontwikkelingsachterstand. En nog een beter beeld krijgen we op buurtniveau. Volgende slide. Er zijn deze kaarten zijn een eerste versie. We zijn ze nog verder aan het verfijnen. Maar we gaan straks die kaarten gebruiken om het gesprek in de wijken, in de buurten aan te gaan samen met samenwerkingspartners. Volgende slide. Dus samenvattend, voor het beleidsdoel van algehele verbetering van een kansrijke start ga je niet redden met een focus op de meest kwetsbaren, want dat is getalsmatig een hele kleine groep. Een populatiebrede aanpak, waarin een veel grotere groep mensen wordt bereikt, is vaak nodig voor een algehele verbetering. En dat is goed om te beseffen bij het opstellen van het verhaal voor de wethouder. Voor kansengelijkheid is het natuurlijk belangrijk om zicht te hebben op je doelgroepen. En wij zagen dat vooral een stapeling van risicofactoren bijdraagt aan slechte geboorteuitkomsten. En tenslotte kunnen kaartjes op wijkniveau en soms zelfs als het mogelijk is op buurtniveau helpen met het focussen op beleid. En de basis bieden voor het aangaan van een gesprek met partners en stakeholders in de wijk om zo beleid verder aan te scherpen. Dank jullie wel. Een heleboel namen bij betrokken als ik dit plaatje zeg. Oh ja, sorry. Schrijf. Ja. Dus, dat was een project met, waar veel mensen enorm hard aan bijdragen. Oké, dankjewel. Wat een helder verhaal wat mij betreft. Zijn er vragen? We hebben een paar minuten voor vragen. Even een handje of in de chat. Anders gaan we weer door naar de praktijk. Neel de Bruin. Ja, hier ben ik hoor. Ik had even een vraag over die D-score. Want als ik het zo opving, hebben jullie die op 4-jarige leeftijd berekend? Op 3 jaar. 3 jaar, oké. Want ik wou, ja, wat stevige start in Rotterdam. Loopt dat ook echt in die eerste 1000 dagen? Of is dat wat langer genomen? Of weet je dat ook niet? Lynn kan daar het beste antwoord op geven. Zij is van de programmatie aan. Oh, ja, het gaat officieel tot 4 jaar. Maar ons focus ligt op de eerste 1000 dagen. Maar wij kijken ook naar de volgende 2 jaar, dus tot 4 jaar. Oké, ja, dankjewel. Sven, had je hem in de chat gezet. Is de D-score gebaseerd op fysieke ontwikkeling of ook mentaal? Het neemt alle verschillende aspecten, alle items van Wiegen worden daarin meegenomen tot 1 globale maat van kindontwikkeling. Dus zowel de motorische als de taalontwikkeling, al die verschillende aspecten, die facetten, die worden meegenomen en samengevat in 1 maat. Mooi. Klinkt als een goede maat voor een stevige start dan. Ja, inderdaad. Ook voor monitoring lijkt het een zeer interessante maat te zijn. Ja. De script, die zijn te vinden, ik zie een berichtje in de chat, op de website van TNO. Dus als je googelt op TNO en D-score, dan zijn ze online te vinden. Ja, en zij zijn volgens mij ook bezig met een soort ontwikkeling van een tool, zodat ook JGZ-organisaties daar zelf mee aan de slag kunnen. Hè? Dat ze... We zijn er hard mee bezig. Het is inderdaad, het heeft wel wat voeten in de aarde om die zelf te berekenen. Dus het is inderdaad fijn dat daar straks een wat toegankelijker geheel. Ja, precies. Want dat, wij zullen ook mailen naar de JGZ-organisaties om daar, als je daar wat meer van wil weten. Dat hebben we met afspraken met TNO gemaakt, dat zij daarin kunnen ondersteunen. Zou ik zeggen. Mooi. Juist om ook daar meer gebruik van te kunnen maken van die D-score. Ja, super. Leendert Meijers. Dankjewel. Hoe reageren de aanstaande moeders op de benadering hiervan? Want je bent, ik probeer me dat voor te stellen, je bent zwanger. Je weet nog niet dat je problemen krijgt bij de bevalling. Maar staan ze er open voor? Aan
Wie is uw vraag gericht aan mij? Of... bedoelt het gebruik van big data of bedoelt u het kansrijke start, de interventieaanpak? Of... Ik kan bijvoorbeeld iets vertellen over het bereik, de betrekken van de doelen van big data. Hij staat uit. Ik bedoel, hoe kom je met de risicogroep in contact? Staat die open voor dit verhaal? Ja, als het zal gaat ik daar om... even op? Ja, sorry. Annemarie, ja. Ja, want het eigenlijk is het eerste contact bij de verloskundige. En de verloskundigen zijn ook bezig met trainingen om het gesprek over de risicofactoren te hebben. Hoe je dat moet doen en hoe je ouders kunt uitleggen waarom je daarnaar vraagt. En dat werkt in praktijk heel erg goed. En als mensen begrijpen waarom we die vraag stellen, zijn ze over het algemeen is onze ervaring veel opener en behoorlijk open. Dan is wel de volgende stap ook weer om hulp te accepteren of ondersteuning. Maar we zien in Rotterdam dat heel erg is in toegenomen in de afgelopen jaren. Dat er dus het aantal aanmeldingen voor ondersteuning heel erg gestegen is. Ik hoop dat het daarmee voldoende is beantwoord. Ja, cool. Klinkt goed. In ons onderzoek hebben we ook heel uitgebreid de verschillende doelgroepen betrokken. Juist omdat het gebruik van big data en ouders in kwetsbare omstandigheden natuurlijk een heel sensitieve onderwerp is. En ik kan daar graag, ik denk niet dat er nu gelegenheid is om veel over te vertellen. Maar we hebben heel intensief in de periode van 2 jaar gesprekken gevoerd, datadialogen met ouders, hulpverleners en beleidsmakers over de randvoorwaarden waarop die data gebruikt zou kunnen worden op een manier die dan ook betekenisvol is voor hen. Oké, Antje, heb jij nog een korte vraag? Want ik wou eigenlijk door... Een aanvulling op wat Tanja zegt. Ja? In het andere big data project zijn ook zijn focusgroepen geweest met ouders en met professionals over gebruik van big data. Dus niet over de risico. Daar zit risico screening ook wel in. En daaruit kwam toch ook wel heel duidelijk communicatie. Je moet heel goed bespreken waarom je een vraag stelt. En dan kun je in gesprek gaan en blijven met ouders. Ja, dankjewel voor deze aanvulling. En Wessel Kraai geeft nog aan, ik kan jullie ook in contact brengen met Stefan Buren of Iris Eekhout. Die zijn van TNO, hè, die hierover gaan. Goed. Dankjewel, Tanja. We gaan weer even terug naar Wilma. Die een beetje naar het nu gaat, denk ik, hè? Ja, nou, dankjewel. Ik ben natuurlijk, maar... Volgende dia? Ja, we gaan meteen naar de volgende dia. Ik heb verteld over de leidraad. Maar er is ook een toolbox nodig bij de leidraad om... beleid te ondersteunen bij het nemen van de stappen. En de opbrengsten uit het project van Tanja kunnen we eigenlijk zo in de toolbox stoppen. Ze liet een complex system map zien in een van haar dia's op basis van de systematic review. Die is heel behulpzaam bij het bepalen van zeg maar, factoren waar je op in wil zetten met je impact gedreven beleid. Ze gaf een overzicht van een clustering van factoren of risicofactoren. Zoals alleenstaand ouderschap, mentale gezondheid en 6 factoren. Ik heb op mijn sheet de term PAF. Population attributable fractions staan. Maar dergelijke moeilijke woorden heeft Tanja niet gebruikt. Maar het is duidelijk, zeg maar, dat er een meerwaarde is van wat zij heeft gedaan, de kaarten die daarbij horen voor de keuze voor doelgroepen. En de D-score waar ze het over had. Is heel geschikt voor zeg maar monitoring samen met stakeholders. De volgende dia. Er waren wat opmerkingen. Sorry. Van Jitty.
Dus hoe leg je dingen uit aan stakeholders? En er was een vraag over theory of change. Hoe je met stakeholders omgaat. Hoe je verhaal naar stakeholders is. Dat is ook iets wat in de toolbox terecht zou kunnen komen. En die theory of change. En alles wat zeg maar, je kunt gebruiken om tot een goede strategiebepaling te komen. Dat hoort ook in die toolbox thuis. In het kader van het project van Tanja, Big Data en Kansrijke Start, gaan we in ieder geval de komende maanden aan de slag met het uitwerken van zeg maar, die toolbox. Met de resultaten uit onderzoek van Tanja en haar collega's. En het resultaat zal een roadmap zijn die we ook gaan delen. Dat is wat ik nog kwijt wil. En dat is alleen voor Rotterdam of het, is dat nee, gaan we kunnen brezen? Het is de bedoeling dat dit inderdaad landelijk gedeeld kan worden. Misschien nog ten aanvulling. Op 9 december hebben we een symposium van ons project waarin de resultaten zullen worden gedeeld. En dat is juist bedoeld voor mensen uit de praktijk, uit beleid. Er zullen ook natuurlijk onderzoekers aanwezig zijn. Maar het gaat echt om het resultaten teruggeven aan de stakeholders. Ik kan dat aan jou, Inge, doorsturen. Ja, helemaal goed. Kunnen we dat meenemen met de presentatie in het ding. Dan gaan we nu naar het laatste gedeelte. Lynn weer even terug. Die pakt het. Ja, en in deze laatste presentatie wil ik jullie vertellen over monitoring in de Rotterdamse praktijk. Volgende dia. Dus vorig jaar hebben wij met onze coalitiepartners, waaronder Adja, gesproken over wat monitoring en interventie kan betekenen voor stevige start en hoe wij het best kunnen aanpakken. We hebben afgesproken dat het is belangrijk om data en inzichten samen te bespreken en te duiden. Wat zegt het wel, wat zegt het niet? Dat wij hierdoor willen leren en sturen op onderdelen van onze aanpak. En ook op de maatschappelijke impact dat wij willen realiseren samen. Dus een stevige start voor alle kinderen. En monitoren, we doen dat nu stedelijk. Maar wij gaan dit najaar, we beginnen ook om dichterbij zeg maar, te monitoren in een van de wijken in Rotterdam. Volgende dia. Wat wij al langer doen als coalitie in nauw samenwerking met de uitvoerders van de interventies, is steeds beter registreren en voeren van de klantreis. Dus het begint met de monitoring van het bereik van zwangeren met sociaal problematiek. In Rotterdam we hebben één aanmeldpunt voor zwangeren met sociaal problematiek, dus dat helpt. Het aanmeldpunt houdt en schraapt aan anoniem data over het begin van de klantreis en maak overzichtelijk rapporten hiervan elke drie keer per jaar. Dus dat is heel fijn. Daarmee kunnen we heel veel leren. En we zien ook en verbeteren. En we zien ook dat we de doelgroep steeds beter bereiken. Deze monitoring wordt gedaan om twee redenen natuurlijk. Leren en verbeteren. Ik zei het net, hè, om het bereik van de doelgroep en succesvol verloop van de toeleiding en deelname aan interventies te volgen en te verbeteren, maar ook om te verantwoorden. Dus interessant hierbij is dat de politiek bestuurders van de gemeente, het is waarschijnlijk ook zo in jullie gemeente, die klaren vaak dat de data dat ze krijgen representeren niet specifiek over ons programma, maar in het algemeen is verouderde data. Bijvoorbeeld data over financiën of armoede, dat is meestal heel vaak 2 jaar terug. Hè. CBS, het komt beschikbaar bij CBS gewoon niet eerder dan dat. Dus de politiek vindt dat ze met de achteruitspiegel moeten sturen. Maar door onze wethouder ook met recent, dus 3 keer per jaar, recent outputcijfers, in combinatie met illustratieve verhalen van professionals en ouders te voorzien, kan de wethouder het belang en het succes van Stevige Start beter inschatten en daarmee ook draagvlak en commitment aan het programma bewerkstelligen. Dus dat zijn heel belangrijk data voor ons. Volgende dia.
Ja, dan is het ook belangrijk natuurlijk om te weten hoeveel mensen beginnen met een interventie, hoeveel het afronden, maar zeker ook of mensen daadwerkelijk geholpen zijn. Dus de alle hierboven genoemde elementen zijn belangrijk om te kunnen volgen. En ons monitoring systematiek hierin wordt elk jaar verbeterd. En de aanbieders werken daar heel hard aan. Volgende dia. Ja, dus resumerend, het is heel mooi om goed zicht te hebben op het aantal aanmeldingen en succesvol deelname aan interventies. Maar het blijft wel een belangrijke vraag. Hoe kunnen wij weten dat wij de juiste doelgroep bereiken en dat er voldoende is van de juiste ondersteuning, dat we maken dat voldoende beschikbaar? Dat zijn toch wel belangrijke vragen. Dus hiervoor kunnen wij gebruik maken van demografische data, prevalentiecijfers, onder andere nogmaals via de indicatoren van de regiobeeld kansrijk start. Natuurlijk geven signalen van ouders en professional, onder andere van het CRE, zeer waardevol informatie. En hiervoor kunnen wij ook handig gebruik maken van de analyses van het big data onderzoek waar Tanja het over had. Volgende dia. De analyse van de clustering van risicofactoren. Dat geeft in zeer tijd, Tanja zei het al, op CBS-wijken op het niveau van de prevalentie van diverse combinatie van specifiek risicofactoren bij de ouders. En door deze inzicht te delen met de professionals in de wijken en ook de beleidsmensen die daarbij betrokken zijn en alle partners, kan het bijdragen aan het bijvoorbeeld net wat meer alertheid voor de signalering en toeleiding van professionals. Hè. Als ik ben een professional en ik weet, oh, er zijn toch wel heel veel mensen die alleen staan hier zijn, dan misschien ga ik net wat meer alert hierover zijn. En op populatieniveau geven deze analyses beter inzicht in de benodigd passende ondersteuning per wijk. En dat kan ook bijdragen aan beter intersectoraal samenwerking. Dus als we kunnen met onze collega's bijvoorbeeld als we weten dat er is een... We weten bijvoorbeeld dat een sterk sociale netwerk is een belangrijk beschermende factor bij alleenstaande ouders. Dus in de wijken waar er is een hoge prevalentie van alleenstaande ouderschap, kunnen we als coalitie wellicht stimuleren dat er bijvoorbeeld meer groepsbegeleiding is tijdens de zwangerschap, dus centering pregnancy, of meer oude-kind speelgroepen in de wijkprogrammering, of zorgen dat dit aanbod van steungezinnen, dat we kunnen dat vergroten. Dus dat zijn voorbeelden, dat hoe we kunnen deze soorten mooie data en analyses kunnen gebruiken op populatieniveau. Volgende dia. Het is dus goed om inzicht te hebben in de doelgroep en hun behoeften, de klantreis te volgen. Maar willen wij natuurlijk ook weten of dit allemaal tot positieve uitkomsten leidt bij de kinderen. En ik denk even aan de vraag van Sven, volgens mij daarnet. Hè. Dus outcome indicatoren en impact indicatoren. Soms het is moeilijk om, ook voor ons, om te bepalen wat welk is welk. Maar ja. We kunnen bijvoorbeeld volgen hoeveel kinderen een gezondere weert of overgewicht hebben op jonge leeftijd. Tanja vertelde ook over de D-score, dat recente nieuwe maat, over de algemene ontwikkeling achterstand te identificeren en te monitoren voor individueel kinderen, maar ook op populatieniveau. En wat kunnen wij op populatieniveau met de D-score? Op populatieniveau, maar zeker op wijkniveau en op buurtniveau. Dus nogmaals, in buurten waar een slechte D-score is, met relatief veel ontwikkelingsachterstand bij jong kinderen, dat is een belangrijk signaal voor ons om in gesprek te starten in de wijk. En samen met professionals en partners en ouders, om te duiden waardoor de ontwikkelingsachterstand en wellicht bij welke subgroepen het meest plaatsvindt. En samen met de partners identificeren wat voor aanbodvoorzieningen het best kunnen helpen. Dus denk bijvoorbeeld aan, als er wordt gezegd, nou, er is meer beweegachterstand, dus meer passend beweegactiviteiten organiseren, meer of beter speelplekken buiten. Als het gaat om taal, dus taallessen aanbod voor de ouders beter bekend maken, beter stimuleren dat het wordt gebruikt, deelname aan voorschoolseducatie stimuleren.
En de wijkprogrammering ook voor oudere kind meer dagen meer beschikbaar maken. Volgende dia. Ik heb dus tot nu toe gehad over monitoring van output data. Dus dat is het bereik van de doelgroep en het verloop van de deelname aan interventies, ondersteuning en hulp. Dus zijn de ouders bereikt en echt geholpen? Ik heb het gehad over kwetsbaarheiddata, dus om zicht te hebben op de doelgroep en hun behoeften. Dus bereiken we de juiste doelgroep? Is er voldoende van de juiste ondersteuning beschikbaar, dus de input? Ik heb het ook gehad over outcome data, dus inzicht in de gezondheid en welzijn van jonge kinderen. Gaat het beter met de kinderen? En last but not least, wat weten wij van de maatschappelijk impact waarnaar we streven? En ik doel hier nogmaals op een kansrijk start voor alle kinderen. Dus in Rotterdam, in termen van impact, volgen wij al langer de perinataal uitkomsten, omdat het is een voorspeller van wat kan wel of niet qua problematiek ontstaan op latere leeftijd. Maar we kennen allemaal de moeilijkheden rondom de levering, onder andere rondom de levering van perinataal uitkomsten door Perinet. Dus dat blijft natuurlijk een aandachtspunt. Maar ook heel relevant hierbij is de boodschap van Tanja met betrekking tot de preventieparadox. Dus het belang om enerzijds vanuit een equity principle te blijven investeren in de kwetsbare doelgroep. En anderzijds om impact op populatieniveau te realiseren. Is het ook belangrijk om te investeren in een grotere groep met laag of matig risico. Dus dat nemen wij zeker mee in onze aanpak. Dus voor beleid eigenlijk is het goed om in ieder geval bewust te zijn van de preventieparadox. En wanneer wij, Tanja zei het al, wanneer wij de wethouder adviseren om dat daarin ook mee te nemen en te bespreken. Volgende dia. En om af te ronden, samen hebben Wilma, Tanja en ik gesproken over het belang van het leren en verbeteren samen met de partners. Dus intersectoraal samenwerking. Maar hoe kunnen wij deze inzichten van al de indicatoren toegankelijk en bruikbaar maken voor een diversiteit aan professionals en partners? Nou, we zijn hiervoor bezig en we gaan een interactief dashboard, Stevige Start dashboard maken. Maar hiervoor wil ik zeggen dat in onze zoektocht, we zijn heel erg geïnspireerd geraakt door de dashboard van de collega's in Utrecht. Voor de eerste 1000 dagen in Utrecht. We hebben ook contact met hun. En nogmaals complimenten hiervoor, collega's. Het mooie van een dashboard is dat via de interactieve figuren, de kaarten met hier en daar textueel uitleg, het maakt alle besproken indicatoren, demografisch data en relevante inzichten toegankelijk voor alle partners, waardoor de partners op staatsniveau, maar zeker ook op wijkniveau en zelfs buurten, de data samen kunnen bespreken en duiden. En op basis hiervan samen verbeteracties, doelen, formuleren en monitoren. Dit allemaal natuurlijk voor een stevige start van de kinderen in Rotterdam. En dat was mijn laatste dia. En Jacco, dank je voor de... Ja. Nou, dank aan jullie. Fijn om contact hierover te kunnen hebben en geïnspireerd te raken. Ja, en wat ik ook merk en hoor is dat er ook... Ik weet dat Den Haag is ook bezig met het ontwikkelen van dashboard. Dus misschien moeten we daar ook eens een keer een sessie aan wijden om alles te laten zien van wat er mogelijk is, wat er overal gebeurt en wat er dan vervolgens mee gebeurt. Maar goed, dat is weer een idee voor de volgende keer. We hebben nog even de tijd. Zijn er nog vragen over de aandelen van Wilma en Lynn van net? Ja, Jitty, ja. Wat ik heel erg mooi vind, dat jullie zulke recente cijfers hebben, dat je dus inderdaad 3 keer per jaar wat kan opleveren. Ik ben van Varels en wij begeleiden natuurlijk heel veel gemeentes in Nederland. En we merken dat de kleinere gemeentes niet capaciteit hebben om op zo'n niveau te monitoren. En dus afhankelijk zijn van de landelijke cijfers die over het ogenblik nu 2021-2022 zijn. Dat maakt dat je dus echt heel moeilijk de impact kan monitoren. Heb jij ideeën of tips wat ze wel zouden kunnen?
Ik moet denken aan Adja. Adja die zegt altijd, ja, je moet het zo simpel mogelijk houden. Dus voor de mensen. En nogmaals, we hebben het geluk in Rotterdam dat we hebben een aanmeldpunt. En we hebben professionals daar die kunnen dat bijhouden. En zijn altijd blij om te horen van ons hoe waardevol hun data is. Omdat het is heel veel werk om dat allemaal bij te houden. Maar ja, ik denk dan kijken, misschien waar ik aan denk, is kijken wat lijkt de meest belangrijk voor hun te volgen. En het zo mogelijk simpel houden. Dus ik weet niet of andere mensen hebben betere ideeën. Dankjewel, Adja, komt op de lijn. Neem het over, Adja. In aanvulling op wat Lin zegt, daar hebben we het al vaak over gehad. En dat is ook wel ervaring van bijvoorbeeld verloskundigen die jaren geleden iets op de agenda van een gemeenteraad heen zitten. Als je met een duidelijk doel mensen vraagt om een paar maanden te turven, alleen maar turven, dan kun je ook aan data komen. En op het moment dat er een paar maanden geturfd wordt en je hebt data, heb je vaak weer een startpunt om in gesprek te komen dat er geïnvesteerd kan worden, op welke manier dan ook, om meer data boven tafel te krijgen. En soms kan dat een heel mooi punt zijn om de juiste mensen erbij te betrekken. Het is iets wat verloskundigen in de tijd voor Kansrijk start, of eigenlijk in de jaren 2010, 2018 regelmatig deden, als ze tegen sociale problematiek aanliepen en dat dan op die manier bij de gemeente agenderen. En iedereen werkt dan mee, maar het is alleen maar tellen. Je moet geen inhoud vragen, alleen maar tellen. En dat 3 maanden lang. Of 1 maand ligt aan het thema. En ligt ook aan de prevalentie. En dan heb je gewoon een startpunt om het gesprek aan te gaan met de gemeente. Ja. Goeie tip. Gewoon simpel. En je ambities bijstellen, dat snap ik. Hè? Want dit klinkt fantastisch. Maar je ambities ook bijstellen wat wel mogelijk is. En wat wel kan, zeg maar. Maar dan meer in een formele sfeer, zeg maar. Hè? Waarin toch goed is. En dan kun je natuurlijk wel de landelijke cijfers erbij hebben. Die wel wat ouder zijn. Maar je kan wel kijken van, hoe ervaren jullie dat nu in de praktijk? Ga eens turven en dergelijke. Ja. Ja, en dan heb je ook gelijk. We hebben ook vooral in het begin van Healthy Pregnancy for All. Dan heb ik het over 2011, 2012. Dat verloskundigen vaak zeiden. Ja, maar dat weten we. En dan zei iemand van de GGD, maar wij weten het niet. Dat is dat je op die manier ook bewustwording creëert bij mensen van al die data die je verzamelt, even los van het feit dat we een achterstand hebben. Al die data die je verzamelt, die doen ertoe. Dat doe je niet alleen maar omdat de zorgverzekeraar heeft gezegd dat je data aan Perinet moet aanleveren. Die doen ertoe. Die kun je benutten voor beleid. Daarmee kun je thema's onder de aandacht brengen. En eigenlijk is de hele sociale verloskunde Kansrijk Start ook begonnen met data. Data die verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen hebben verzameld. En hou het dan simpel. Niet een extra ballast, maar hou het simpel. Ja. Annemarie, wil je nog wat aanvullen? Ja, wij zijn natuurlijk ook daar op zoek geweest van wat voor de gegevens kun je nu gebruiken. Toen we dit nog niet hadden. En het is ook, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe het georganiseerd is in je gemeente, maar het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat is bij ons een aparte organisatie, maar wij vragen daar dus ook bepaalde gegevens van. En daar kun je ook op een bepaalde manier naar kijken, waardoor je al heel veel leert. Dus het is, dat is in elke gemeente. En die gegevens kun je dus ook benutten en samen ook kijken van, laat je bijvoorbeeld de uitval bijhouden. En dan ga op zoek naar je doelrealisatie als CEG. Van, als je zoveel uitval hebt, heeft het dan zin om deze interventie uit te voeren? Of moet er iets veranderd worden? Dus je kunt daar ook best wel veel aan doen. En verder zijn er natuurlijk ook lokaal veel gegevens bij de GGD beschikbaar. Die je zou kunnen benutten. Sorry, bij collega's. En het mooiste zou zijn als dat natuurlijk uiteindelijk ook gewoon landelijk ontsloten is. En bijvoorbeeld net als wat nu de Perinet-cijfers, dat je dat is. Maar dat, daar zijn we natuurlijk ook al lang mee bezig. Hè? Ja. En dat denk ik dat ook overal aangegeven moet worden, wellicht. Want dat een belangrijk punt is. Ja. Ja.
in jullie netwerk. Goed, nou dan zijn er nog andere brandende vragen voor nu. Dan denk ik dat we naar de afronding gaan. Dank jullie wel, Lynn, Wilma en Tanja. Ik vond het weer heel inspirerend. Wat van tevoren afwachten, maar prachtig. Nou, en volgende week stuur ik jullie de presentaties en de opname toe met één maar. Want de presentatie van Tanja, daar staan nog wat data in die nog niet gedeeld kunnen worden. Dus dat kunnen we nu nog niet doen. Maar misschien wel, Tanja, op een later moment. Misschien na 9 december of zo. Kunnen we het alsnog, nou ja, want ik denk wel dat het interessant is om daar wat mee te doen. Ja. Vragen en reacties kunnen mensen mij altijd e-mailen. Ik zal mijn e-mail in de chat zetten. Oké, okay, zal ik hem ook meesturen, anders weten ze dat ook. Okay. En ik wijs u dan ook nog even op die website van regiobeeld.nl/kansrijkstart, wat al een aantal keren genoemd is. Die zal ik ook in de mail zetten, want daar ga dan maar eens struinen wat voor gegevens daar staan. En binnenkort wordt hij ook nog uitgebreid met veel meer data, juist ook om achtergrond van de populatie te kunnen bekijken. Op 6 februari hebben we een volgende bijeenkomst. Zet hem alvast in je agenda. Dan zullen we eigenlijk ook weer een kleine bijdrage of een bijdrage uit Rotterdam over de tool van Impact Stories om te laten zien. Dat hij mee aan de slag gaat met jullie. Nou, dank voor de aandacht en graag tot een volgende keer.